Het lijkt erop dat Gordon zijn terugkeer maakt, zowel op het podium als op Instagram, en hij lijkt geen gebrek aan aandacht te krijgen, zowel positief als negatief. Connie Witteman is duidelijk geen fan van zijn comeback en spaart geen woorden om haar mening te delen. Op Instagram heeft ze geen moeite om haar gevoelens te uiten, en haar woorden snijden scherp. De muzikale comeback van Gordon werd onlangs gevierd met een grootschalig evenement, waar tal van bekende Nederlanders aanwezig waren. Echter, niet alles verliep zoals gepland. Videobeelden van zijn optreden, die werden gedeeld door programma's zoals Vandaag Inside, lieten een minder dan perfecte uitvoering zien. De reacties waren dan ook niet mals. Zelfs Johan Derksen kon zijn verbazing niet verbergen en vergeleek het optreden met iets wat hij als nog slechter dan Frank Boeien omschreef. Op sociale media regent het kritiek op korde zangkunsten. Mensen uiten hun teleurstelling en vinden dat hij beter had moeten weten voordat hij weer op het podium stapte. Het lijkt erop dat zijn stem niet meer is wat het ooit was. En sommigen vinden dat hij beter met pensioen kan gaan. Connie Witteman lijkt echter geen medelijden te hebben met Corden. Integendeel, ze maakt graag gebruik van de gelegenheid om hem een trap na te geven. Haar woorden zijn scherp en doordringend, zoals gewoonlijk. Ze deelt sarcastische opmerkingen en lijkt te genieten van de negatieve reacties op Cordes' optreden. Voor haar is het duidelijk dat zijn stem perfect paast bij zijn karakter, en ze ziet zijn terugkeer naar Nederland niet als een positieve ontwikkeling. Connie gaat zelfs zo ver om Gordes afkomst aan te halen, suggererend dat hij nooit zal veranderen, ongeacht hoe hard hij probeert. Ze lijkt ook zijn beslissing om terug te keren naar Nederland in twijfel te trekken, suggererend dat hij beter af was toen hij in Dubai woonde. Voor haar was het waarschijnlijk een verademing om Gordes constante controverse te vermijden terwijl hij in het buitenland was. Al met al lijkt Gordes terugkeer niet zo soepel te verlopen als hij had gehoopt. De kritiek op zijn optreden is overweldigend... En zelfs bekende Nederlanders zoals Connie Witteman laten geen gelegenheid onbenut om hem te bekritiseren. Het is duidelijk dat hij nog een lange weg te gaan heeft als hij zijn publiek wil overtuigen van zijn muzikale talenten.